Hier zouden volgens de laatste gegevens eentje in de buurt moeten zitten. Alleen op dit moment krijg ik geen data binnen, dus ik denk dat we toch een stukje verderop moeten proberen. Onze jacht op een gezenderd hert is geopend. 8 herten hebben inmiddels een zender omgehangen gekregen. Dat gaat zo in zijn werk. Er wordt onderzocht hoe laat ze waar zijn. Er gaat een dierenarts op af en die wacht op zijn kans om het hert te verdoven. De halsband gaat om, de antiverdoving wordt ingespoten en na een wat wazig moment bij het ontwaken is het hert weg. Vanaf dat moment worden de gegevens geregistreerd. Hij is druk aan het zoeken, maar nee, helaas, hier zit hij ook niet in de buurt. Het live vinden van een hert valt niet mee. In de praktijk werkt dit beter. Alle gezenderde herten hebben op het scherm een eigen kleur. Daarmee worden de bewegingen en het tijdspad waarbinnen dat gebeurt geregistreerd. Hier hebben we een hert van 1 jaar of 8 gevangen en heeft hier een tijdje rondgelopen. Dus direct na het afwerpen van de stangen is hij naar het noordelijk deel van ons terrein getrokken. Nu woont hij hier al een geruime tijd. We verwachten dat hij na de bronst, of in de bronst, het wildviaduct overgaat richting Delenwoud en dat hij daar de bronst mee zal maken. En vervolgens weer terug gaat naar de plek waar hij gevangen is. De boodschappen worden verstuurd per sms. Niet hallo, hoe gaat het en waar ben je? Maar de GPS-locatie wordt verstuurd. Het is de bedoeling dat 15 herten een halsband met zender krijgen. Wij willen wel eens in kaart brengen van wat die beesten nou 24 uur per dag en een paar jaar achter elkaar, wat ze doen en vooral dus hoe ze reageren op die barrières. En die barrières, dat kunnen snelwegen, openbare wegen, maar ook publiek, dat soort zaken. De kleur is gekozen dat hij heel duidelijk zichtbaar is. Zowel om hem visueel te zien natuurlijk, maar ook, er wordt natuurlijk op de Veluwe op edelherten gejaagd. Edelherten trekken heel veel. Dus dat de collega's, en ook wij natuurlijk, niet zo'n edelhert gaan schieten met een zender om. Want dan zou de proef ophouden. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. We proberen wel 3 tot 5 jaar door te gaan met zo'n proef. Het onderzoek start officieel komend voorjaar. En onze zoektocht? Dat is jammer. Of we moeten verder zoeken.